tegen Den Bosch. De slotfase. Oranje-Rood ook nog een corner. En die wordt hier prachtig binnengetipt door Joep de Mol. De sleep is mooi van Schouten. Het verlengen is zo mogelijk nog mooier van de Mol. Oranje-Rood houdt daardoor een 3-1 zegen over. Een overwinning die laat gestalte kreeg. Maar wel 3 punten oplevert tegen Den Bosch. Beljaars. Maar de vreugde is van korte duur, want een minuut later is het Maria Verschoor. Een van de internationals van Amsterdam die de gelijkmaker scoort. Goeie actie van Verschoor. Bal door de benen van keepster Sarah Sink. Maar binnen een minuut is het dus gelijk na die openingstreffer van Beljaars. Zondag met 4-2 van KZ verloor en afgelopen donderdag met 2-0 van Kampong. Hier krijgt Amsterdam een strafcorner ingepoetst door Valentin Verga, die zelf de rebound voor zijn rekening neemt. En met een backhand hoog in het doel, doelman Wijsman verslaat en zo Amsterdam na 11 minuten aan de leiding brengt. Goeie goal van Valentin Verga. Wel eens verloren dan gewonnen, dat moet vandaag anders tegen Den Bosch. En Jelle Galema zet Oranje-Rood in ieder geval op het goede spoor. Tegen zijn oude club Den Bosch kwam afgelopen zomer terug in Eindhoven. Dat hij 3 jaar bij Den Bosch had gespeeld. En de mooie 1-0. Van Amsterdam met 3-2. Dit is Xander Waard met een uitstekende actie. De international van SJC scoort de 2-0 met een fraaie backhand. Daarmee laat zij keepster Nijdam kansloos. Hier goed weggedraaid naar de backhand en verwoestend uitgehaald. Madre mía de mi alma, ahí está el momento culmen, el arrastre, el lanzamiento y el gol. Van aanvoerster Lisa Hartenveld en van Oranje captain Eva de Goede. Dit was ook een fraaie. Joosje Burg met een ziedende backhand. De enige goal uit de tweede helft. 8-0 uiteindelijk voor Den Bosch. Schitterende goal van Joosje Burg tot slot. En de zegen. Here come the Netherlands into the circle, looking for that pullback, and they've got a second goal. What a start this is for the Netherlands. They are flying. More messy defence from Belgium. And he just can't believe what he's watching. Michel van der Hovel. It's the Netherlands 2, Belgium 0. Well, it's Tim Swan on his debut, coming down the back line. And Van Warmerdam just popping in space. Here he comes just at the right space at the right time. And Loïc van Doren, again, you have to ask questions about what his defense are doing there. The man marking there is simply not good enough. Et il faudra attendre vraiment le quatrième quart pour voir Baumgarten ici avec finalement Englebert qui allait réduire le score et redonner l'espoir à ses couleurs à 11 minutes de la fin. Le Léo se réveillait enfin un peu tard avec Baumgarten qui avait vraiment fait le plus.
Kreeg een stik in haar gezicht. Op kop cirkel Blokmans. En let u op, want deze bal gaat er fantastisch in. Een schoolvoorbeeld van een perfect uitgevoerde strafcorner. Van het Belgische kanon Vanessa Blokmans. Die haar naam nog eens vestigt hier. Schitterende kop. Het is een lange paas van Luna Fokke, misser van Francis Westerberg. En uiteindelijk is het Pilar Romang, de Argentijnse van Kampong, die het laatste tikje geeft. Mooie backhandstift over de keepster van Pinoquet heen. En zo is het 1-1 op slag van rust. Mooie goal. Le meilleur buteur de la compétition avec 22 buts. De l'autre côté, Bugaggio a envoyé cette balle vers... Tivere, qui rejoue, qui voyait sa balle déviée par Debo Rockens, qui ouvrait la marque à la 23e minute. On revoit le centre vers Rojo, le tir de Rojo et puis la déviation de Debo Rockens, qui mettait ainsi la gantoise. That's driven in. Still with that's a shot, that's attempted. Oh, that's a what a well, fantastic strike well. That is! Oh, amazing Robbie stuff. Gleeson. I think that was Robbie Gleeson. I thought it was number six, Robbie Gleeson. I was expecting a whistle to be blown, that's why I paused the touch, but he seemed to dance his way into the circle and drive the ball right into the roof of the net. What a delightful finish this is. Let's have a look again. Here he goes. I thought there was a little nibble at him, but then the reverse into the just seemed to go straight through the goalkeeper. He's got pace, the power and everything. Here come the Dutch. Brinkman. Save needed. And in on the rebound! The Netherlands lead in just the third minute. Thijs van Dam gobbling it up after Brinkman's initial effort was well saved. And it is the Netherlands 1, Belgium 0. What a start for this young Netherlands side. Just what the Dutch needed. Luc van Doorn initially making the right save. I think he'll be a bit disappointed with the players around and the defenders didn't do enough. But Thijs van Dam just in there at the right place. They've got enough players around the ball. Van Dam putting the ball in and the number 7 there. Met groot respect, grote speler Charlet, hij staat weer klaar. Komt die bal terug naar Antoine. Doet een fase, doet iets speciaals. En die gaat binnen! Ja! Antoine doet iets heel speciaals! Wat doet die Antoine? Wel, die dribbelt eerst twee man weg. En dan zegt hij, wel, waarom shot ik hem gewoon niet binnen? Oh, en nog dat doet geen victory krijgen. Opgelet, opgelet. We zien de scheidsrechters naar elkaar toekomen. Dit is nooit goed. Dus ik hoop dat... Nee. Er niet iets weggefloten wordt. Maar we zagen toch, Olivier, ik zag niets heel speciaals. We zien drie plays, ja, hier zien we het. Een protect. Rustig. And there's a chance here in the center of the circle. Peters, 1-0. Terence Peters. Breaks the deadlock and the Netherlands get the goal that their performance in the second and third quarter has probably warranted. And they catch Belgium napping at the back and they're all unmarked. Voor de benen bij Koenen Schaper, de doelman van Klein Zwitserland. Tilburg krijgt dan vleugels. Gulink in deze goal is fantastisch. Max Kreft lijst hem in. Schitterende goal van deze spits van Tilburg.